ga vandaag met de profballen spelen. Maar van welk team? Wie is het? Dat ga je dus zien in deze video. Wat gaan we doen? Gewoon bouwen, gewoon, toch? Ja, bouwen, ja. Ik heb net even gespeeld vanmiddag al, dus sterk. Op zich, je verleert het ook niet meer. Wat, heb jij een favoriet plekje, of niet? Nee, man. Zeg het maar, jij mag bepalen. Met vrienden? Nee, ja, risky hier, proberen of zo. Gewoon lekker risky, ja, is goed. Want je speelt normaal zero build, toch? Ja, normaal speel ik zero build, ja. Speler eigenlijk, misschien gelijk een hot vraag. Maar spelen eigenlijk spelers van Heerenveen Fortnite? Ik wel weinig, denk ik, maar... Ja, hè? Ja. Want ik weet nog van vroeger had je natuurlijk Michel Flap en zo allemaal. Met van jou? Ja, ik heb één. Nice, lekker. Man, dat is niet verleerd, hoor. Hey. Dit is nog zero build, ze hebben nog geen bouwmateriaal, dat ben ik goed. Ja, dat is waar, dat is waar. Nog meer? Komt er een? Ja, dood. Lekker. Heerlijk. Maar ben je een beetje goed in zero build? Ja, goed. Je pakt wel gewoon af en toe een winnetje. Gewoon lekker spelen, ja. Ja, dat wel. Hier zwitsen voor mij. Ik weet niet wat hij doet. Die is wel, ja, echt zo slecht. Mij, dan krijg je bot. Ja, nou, wel lekker, heerlijk. Oh, jawel, jawel, hier op dak. Ja, nice. Let ook op het dak. Wat is dat rooien dan, weet jij dat? Ja, dat is een stone. Huh? Wow. Huh? Zo. Wat is dat? Oh nee, joh. Ja, er zijn twee teams hier. Of twee spelers. Hij is cracked. Deze dood. Die andere komt nu ook. Ja. Hij is white. Even chillen. Oei, oei, oei. Hij loopt onder. Ja. Juist! Oh, lekker. Oké, okay. Kijk, kan ik hier reboot of niet? Ik denk het wel, of niet? Oh ja, hier letterlijk, nice. Oh, lekker. Perfect. Ik moet zeggen, ik speelde in Krakau in Polen en ik keek al jouw livestreams ook gewoon op. Ja? Soldaat. Nee, ja, dat is echt fucking ziek om te zien. Maar heb je de video gezien met QC en Hartman? Nee, man, die heb ik nog niet gezien. Oh, die hebben een QC of Hartman, gaan we een challenge aan hem. Ja? En kijk, je hoeft het niet te doen, hè, maar het mag. Je mag mij een challenge geven, dit potje, voor misschien een aantal kills halen of met een bepaald wapen een kill. Maar je mag mij een challenge geven. En stel ik haal hem, moet jij een dansje gooien voor mij als jij scoort. Maar alleen als je het wilt. Oh, ja. Nee, dat vind ik wel goed. Ik kom te... Ja? Ja. Oké. Okay. Hij is rechts is 1 HP. Deze lijkt me niet heel goed. Nee. Ja, kill ze maar. Ja, eentje, ja. Je hebt ze. Maar heb je een challenge voor mij? Dat vind ik wel goeie. Oké. Ik weet niet precies de verhouding van hoeveel kills je dan moet halen en zo. Dat weet ik niet echt, maar... Ik heb er nu 4. Ja, gooi maar iets. Ja. Oh, in deze game? Ja. Oké. Okay, dan moet ik het wel een beetje uitdagend maken. Je zit nu 4? Ja, ik zit nu 4. Ik zit nu 4. Dan zeg ik 13. Ik moet 13 kills halen? Ja. Oké, dat is 9 nog. Nee, ja, is te doen, denk ik. Mij met slechte, denk ik. Daarom, is te doen. Maar ik heb wel een riff, moeten we eigenlijk gelijk door. Oké, okay, als ik 13 kills haal, dan gooi jij voor mij een Griddy. Oh ja, oké. Ja? Ja? Legendary, let's go. Is goed. Legendary, oké, let's go. Oké, dan moet ik wel halen, 13. Ja. Moet hem halen. Sta je zaterdag te vallen basis? Denk het wel, hè? Ik sta zaterdag wel basis, ja. Soldaat! Je prikt de laatste wel, hè? Ik zit er eindelijk lekker in, net op tijd, hè? Net op tijd, ja, lekker man. Onder ons, hier. Twisten, denk ik. Het schot wel van die berg of zo, nu lijkt het, maar kan haast niet. Space on too hard. Ja, ik hoor zijn voetstappen. Ja, let op voor ons. Oh. 7. Ik heb hem geraakt. Oh, bij mij? Oh nee. Is je goed? Ik ben niet gewend, man. Nou, weet ik niet. Dood? Denk het niet. Nog één? Nou, jij moet toch die kills halen. Geraakt? Ja, daarom. Dat is alleen maar beter. Hij is niet de slechtste. Nee! Aida! Oh. Aida, doe nog een potje? Ja, sowieso, tuurlijk. Aida, top. Ja, als ik 13 kills moet halen, is risken misschien een beetje te klein? Laten we even slot in. Daarom, okay, tilt is misschien iets te druk dan. Zitten die boys een beetje op TikTok? Zit jij op TikTok? Nee, ik zit niet op TikTok. Helemaal niet? Nee, helemaal niet, nee. Krijg je veel DM's die gewoon hatelijk zijn? Dat mensen je soms echt uitschelden? Ja, je hebt altijd wel natuurlijk mensen hun mening en zo, maar dat is niet erg. Maar ik geloof wel, sommige mensen die wanneer je bijvoorbeeld een keer een kans mist of zo, dan gelijk mensen die gewoon radicaal in je DM komen dan. Ja, klopt. Dat ik denk van... Eentje cracked hier. Hij is 1 HP. Ja, dood. Ik ben de andere. Ik ben bij je. Hij zit hier, hij gaat riften. Oh, wat een pussy. Juist! Ja, lekker. Lekker. 3 van de 13! Oh, dat gaat snel. Ja, toch? Ja, voor ons, letterlijk voor ons.
Hier, even kijken. Heeft hij mij gehoord? 20? 37? Het zijn er twee, ze kunnen wel iets. Oh. Correct? Dood? Oh, de stork komt ook, of niet? Oh nee, huh? Nee, nee, dat hebben ze gehoord. Oh, hier loopt hieronder. Ja, kom bij je. Weet je waar die is? Ja, hieronder. Hij staat achter die muur volgens mij, achter die muur. 50? Voor die borst? Hij is correct. Ja. Ja, lekker hoor. We willen die griddies zien bij jou. Nee. Weet je wat je nu moet? Ja, dat gaan we wel. Ja, ja, zeker, natuurlijk wel. 13 kills moet ik hebben. Zoeken. Hoe kunnen er geen mensen tilden zijn? Oh, dat kan toch niet? Ja, dat was. Jawel! Oh, hier? Ja. Hij gaat weg. 106? Bij 31 nog? Nice. Oh nee. Ah, dat heb ik, jongen. Gesniped? Ja. 1 dood. Lekker. Oké, wacht. Ik skip deze mensen even. Ik wil je niet auto trommelen. Oh my days. Oh, het zijn 3 mensen nog. Yep. Oh nee. Dood. Lekker. Oh, kom op. Ik word helemaal gek van deze mensen. Ja. Het zijn nog hoeveel teams dan? Wat er gebeurt hier allemaal? Heel goed, op dondermaat. Lekker hoor. Ja, 7 kills! Kom aan! Oh, sterk, sterk. Ja, ik heb sowieso een stuk splash. Oh ja. Oei. Top. Hoe gaat het verder met jou? Je hebt een vriendin? Ja, die heb ik ten huwelijk gevraagd afgelopen weekend. Ah, ja, ik zag het. Ja, gefeliciteerd, maat. Ja, ziek. Ziek. Ja, heel leuk. Was dat jou al lang van plan? Ja, we gaan al 11 jaar, dus op zich werd het ook wel tijd. Nee joh! Ja. Hoe oud ben je nu dan? Eerste liefde. Ik ben nu 27. Dus echt vanaf het 16 waar ik al was. Jullie hebben elkaar leren kennen via school? Ja, waar ik woon, ja. Via uitgaan toen die tijd nog. Ja, toen ziek. Mocht je 16 plus drinken natuurlijk. Oh, dat is ook zo, ja. Ging je toen al uit. Gewoon de eerste liefde, maat. Ziek hoor. Ja. Echt lijf. Dat is helemaal mooi. Ja, zeker. Want je hebt een tijdje in het buitenland voetbal, toch? Ja, in Krakau. Krakau? Polen. Ja. Hoe was dat? Ja, niet normaal. Daar was ik dus dit weekend. Toen heb ik haar daar ten huwelijk gevraagd. Ah, maar niet normaal qua mooi? Ja, qua mooi en hoe het leven is en zo. Dat heel anders. Ook, hoor. Van, die voelt zich daar gewoon veiliger dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Ja? Dat je dat van tevoren niet zeg maar, zou hebben, dat idee van Polen. Maar waarom dan? Ja, gewoon. Ja, de mensen daar zijn echt heel respectvol. Zeker tegen vrouwen en ouderen. Ja? Dus ja, daar gebeurt gewoon nooit wat. Ja, ik was één keer liepen we gewoon in de stad. Toen was ik een beetje met mijn vriendin ouwehoeren. Je weet wel, een beetje plagen en zo. En dan word je gewoon aangesproken door die mensen van... gaat het wel in orde en zo. Oh, wat? Anders dan gaan ze gewoon ingrijpen. Ja, dat is echt bizar. Dat is echt heel anders. Holy shit. Maar ja, wat bracht je weer? Wat bracht je weer terug? Ja, mensen. Hij is gewoon hier. Ja. Oké, ik probeer omhoog te gaan. Oh, nee. 70? Oh shit. Oké, hij kan wel iets. 52, hij is white. Heerlijk. 18 af volgens mij. 40. Dood. Kill nummer 8, kom op. Hey, ik heb te laag inge... te laag ingezet, ja. Hij is hier naar beneden gaan. Ik heb hier sowieso nog rift voor zometeen. Waar is hij? Oh, 50? Nee. Ik moet de kill stealen, ja sorry, ik moet het. Ja, ik moet het. Lekker. 9 kills, ja dat moet te doen zijn, nog 4. Ik moet het niet vergeten in de wedstrijd, als ik score, maar dat denk ik niet. Moet ik je even wat voor app of zo? Nee, ik denk wel dat het lukt. Top. Ja, maar kijk, ze zijn allemaal ready hè. Moet ik die riff innemen? Ja, of innemen? Ja, kan ook. Ik heb er nog 1 mee. Top. Kunnen we gelijk door. Ik heb er 1. Hey, na! Daarachter ook nog. Ja, dat zijn bots, man. Ja, dat is een bot, heerlijk. Ja, stel het niet, man. Ja, dat is zeker wel. Ja, kijk, deze stukje kun je misschien innemen. Wordt eigenlijk een beetje herkend in Heerenveen omstreken? Ja, in Heerenveen wel. Ja, in waar ik vandaan kom ook wel. Ja? Maar op zich wel gewoon op een goede manier. Niet vervelend, zeg maar. Nee, precies. Wel gewoon af en toe fotootje of zo. En gewoon leuk. Ja, gewoon leuk, zeg maar. Dat vind ik prima.
Precies. En ook als je wat wil, dan moet je gewoon vragen. Dat vind ik dan ook niet erg. Nee, als je dan heet, zeg maar, mensen om je heen blijven hangen. En denk van ja, je kan gewoon vragen iets wat je wil. En dat vind ik prima. Ja, of stiekem foto's van je maken of filmen. Of... Ja. Maar ja, weet je, hoort een beetje bij. Dat is waar. Wie is nou de beste speler van Heerenveen, uit jouw mening? Ja, dat is een hele. Ja, op het moment denk ik wel Sarouy. Hij is wel echt. Goed. Ja, hè? Oh. Ja, hij is wel echt. Het is ook wel een smaakmaakje voor het publiek, hoor. Om dan te kijken. Dat, ja. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Maar ja, ik weet niet wat hij heeft, joh. Hij komt er altijd voorbij. Ja, zelfs in een hoek waarvan je denkt van, dat kan toch nooit. Komt hij dan... Precies, zoiets. Ja. Maar niet merken dat hij 3 kills niet meer haalt, hè? Dat zou het zijn. Ja. Even kijken. Ja, die kant op is de cirkel een beetje uit. Daar kunnen we die rift kunnen pakken daar. Hier. Welke? Die rift, ja. Deze. Hier? Oh, hier is ook een rift. Die is ook Oké, kom op. Drie mensen. Op die krater zie ik geen mensen meer. Oké, ja. Hier wordt gek gebouwd. Wij hebben het allemaal gebouwd, volgens mij, ja. Ja, onder ons, hier. Nee, daar wordt nog steeds gebouwd, hè? Ja? Oh ja, gaan we op die? Ja, dat is 1 iemand. Ja, daarachter loopt er nog 1. Oké. Maar dit is een bot. Dit is een bot. Dat moet ik hebben. Nee! En nog een bot hier. Waar? Nee. Ja! Gekild. Shield. Nog 2 kills. En die vliegt er 1? Net vliegen. Die zijn wel goed, denk ik. Die kwamen van die berg. Ja? Cracked. Achter me. Cracked. 70. Dood. Nog 1! Oh nee. Wow, er zit ook een bot hieronder. Nog 1 kill, dames en heren. Er zijn nog twee over. Ja! Come on! Hartstikke idee. Wat zei je? Heerlijk? Nee, perfect. Ja, dit is perfect. Er is nog 1 iemand over. Pelle van Amersfoort. Ja, doet de gritty. Ja, ja. Kom, ik heb nog splashes. Ja, er is nog eentje. Ja, laat maar over. Die was hieronder. Ja, we hebben een bot. Gaan we noscopen? Ja, kan. Dat wordt even goed instuderen hoe die gritty moet doen, maat. Echt zo. Heerlijk. Ja, je weet wel een beetje hoe, toch? Ja. Kijk, anders doe ik even voor jou. Oh ja, dat is hem, hè? Ja, toch? Right for Cree. Oh, jongens, besef gewoon hoe groot deze map nog is, hè? We moeten hem wel winnen. Ja, we moeten hem 100% winnen. 100%. Ja. Maar ik zag net eentje, maar misschien is die afgemaakt. Was het net die loot die beneden, maar. Ja, doe maar. Ja, alles kunnen we echt 3 uur wachten, maat. Tijd, denk ik. Ja. We proberen nu maar eens te vinden. Ja, klopt. Ik kan letterlijk in elk gebouw, elke bush zitten. Heb je ook een eigen auto, of niet? Ja, gewoon via van de club. Oh ja. Die elektrisch zeker, of niet? Nee, ik heb 10. Oh, niet? Oh. Volkswagen krijgen we. Volkswagen of Audi. Volkswagen T-Roc zijn wel mooie wagens. Ja, gewoon lekker ruim. Ja. Dus gewoon kan veel in, vind ik altijd belangrijk. Ja, man. En een beetje een SUV, voor mijn lengte is dat wel ideaal, zeg maar. Maar mag je als... Of is een beetje te laag. Ja, precies. Mag je spelen uitkiezen gewoon, welke auto je wilt? Ja, je mag uitkiezen, maar je krijgt een bedrag. En hoe gekker auto je wil, hoe meer je bijbetaalt zelf. Oh, zo. Ja. Wie rijdt de dikste wagen voor jullie dan? Poeh. Ja, ik ben helemaal niet van de auto's, moet ik zeggen. Maar Milan van Ewijk had een hele gekke auto. Echt veel pk's en zo. Ja, hè? Ja. Was een Golf GT, denk ik, of niet? Ja, Golf GT was echt wel een gruwelijke auto. Milan van Ewijk, ook zo'n beest. Ja. Nu heeft hij van Ottelen die, volgens mij. Die heeft van Ottelen nu? Ja, die van Ottelen nu, ja. Oh, wat hè? Ik zie hem lopen. Huh? Hier? Hij zit hieronder, ja. Dit moet toch een bot zijn? Ja, ik denk dat het toch gewoon die bot... Als wij verliezen van deze guy? Ja, kijk maar, bot. Is het een bot? Toch, of niet? Hij zit hierboven nu. Als ik dit zo hoor schieten? Ja, dit is een bot. Omdat je met mij speelt. Nou, ik moet zeggen, we zijn wel een paar mensen tegengekomen die wel iets konden. Ja, toen ging ik ook gelijk dood. Oh, hij is op mij! Moeten we een noscopen of wat? Ja, deze kunnen we noscopen, ik zweer het. Ah, dit is een bot. Ja, deze kunnen we noscopen. Ik mis! Op 1 meter afstand. Ja, ik zweer, ik mis gewoon alles. Echt zo? Ja! Perfect. En jij hebt maar rond hem af. Ik ben bijna in hem. Perfect. Let's go. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten. Like even de video. Volg even Van Amersfoort op Instagram. En ik check jullie bij de volgende video weer. Dames en heren, de groeten.